Ja, ik heb ook alle artikelen gelezen digitaal over de enorme vermogens van Nederlanders in Dubai in onroerend goed. En de vraag of dat is aangegeven bij de Belastingdienst. Het antwoord op die vraag is ja. In 9 van de 10 gevallen is dat gewoon opgegeven bij de Nederlandse fiscus. Om de eenvoudige reden dat onroerend goed in Nederland niet zwaar belast is. Dat komt bijna altijd in box 3 terecht. En daarover betaal je die 1,26% per jaar. En 9 van de 10 Nederlanders zegt ik wil geen gedoe en ik wil niet over mijn schouder hoeven te kijken, dus ik geef het gewoon op. Dat er bij de resterende pak--beet 10% hele kleurrijke figuren rondlopen. En misschien wel figuren die snel voor een rechtbank moeten verschijnen, zal zeker ook waar zijn. Maar grosso modo is het dus zo dat er helemaal geen sprake is van belastingontwijking. Het artikel of de artikeloon missen misschien wel twee belangrijke punten. 1. In Dubai krijg je tegenwoordig voor je euro meer value for money dan in menig stad in Nederland. Gewoon meer vierkante meters in een veilige stad waar het goed te toeven is, behalve in de zomer. 2. Toch een klein beetje balk splinter. We kunnen allemaal kijken naar Dubai. Dat moeten we ook zeker doen als het gaat om witwaspraktijken. Maar het is Nederland wat 200 miljard, een 2 met 11 nullen, 200 miljard euro door de wasstraat heen haalt en via allerlei kantoren in Nederland verplaatst naar de Seychelles, uh, Wyoming... Curaçao, de Nederlandse Antillen en ja, ook naar de Emiraten. Uh, mogelijk ook een dingetje om iets aan te veranderen voordat de vinger naar andere landen uh, wordt gepoint.